Als klein manneke bij de scouts is de eerste keer dat ik in aanraking gekomen ben met 11-11-11. Toen gingen we gewoon met huis aan huis met de potten geld inzamelen, zo met een rondwastonnetje. Dat was eigenlijk wel heel leuk om te doen. Daarna ben ik sinds 88 effectief betrokken bij de organisatie van de campagne. Toon Jansen zet zich al zijn hele leven in voor 11-11-11 in Lommel. Dit jaar bestaat het 11-11-11-comité 45 jaar. En dat wordt onder andere gevierd met een gratis tentoonstelling in de bibliotheek van Lommel. De tentoonstelling 45 jaar 11-11-11 is eigenlijk opgebouwd in drie sectoren. Een eerste sector is gewoon de affichecampagne dat weergeeft hoe eigenlijk ook 11-11-11, hoe wij zelf gegroeid zijn door de 45 jaar. Een tweede luik is hoe hebben wij eigenlijk gedurende de jaren de 11-11-11-campagnes in Lommel ingevuld met de verschillende activiteiten. En een derde luik is hoe kunnen wij vanuit de bibliotheek of vanuit de infotheek in het Huis van de Wereld nog meer werken naar scholen en is ook een boekenstandje opgebouwd. Open up your door. 11-11-11 heeft in Lommel een hele weg afgelegd. Van de simpele acties, straatactie, tombla-campagnes, gaat je meer en meer activiteiten organiseren, zodat je ook Lommels talent bij betrekt, zoals je ook meer vrijwilligers bij betrekt, zodat je ook een restaurant voor één dag organiseert, zodanig dat je ook een stickerverkoop doet op de voetbal. En zo kunnen we nog een aantal andere activiteiten opnoemen. Die activiteiten brachten in 45 jaar al een aardige duit op. Als we de tentoonstelling organiseren, 45 jaar op stap met 11-11-11, wil dat inderdaad zeggen dat we met 9000 vrijwilligers op stap gegaan zijn gedurende 45 jaar. Dat betekent ongeveer dat we €527.000 hebben ingezameld, waardoor de stad via een toelagereglement de 500.000 of de 527.000 heeft verdubbeld. Zodanig hebben we ongeveer kunnen zeggen €1 miljoen van de Lommelse mensen of van de Lommelaren is effectief gegaan naar onze projecten in het zuiden. Dit weekend kan je in de Biep van Lommel naar de boekenverkoop. Maar uiteraard plant 11-11-11 ook nog heel wat andere acties. Een overzicht vind je op de website van de stad.